Renault Antwerpen. De auto's van stad. Met haar project Let's Go Urban heeft de 27-jarige El Kouakibi al veel verwezenlijkt. Het project telt nu een duizendtal leden en dat is ook de Amerikanen niet ontgaan. Vanuit de ambassade zijn nu de eerste onderlinge contacten gelegd. Ik heb enkele maanden terug hen over de vloer gekregen, dus de Belgische vertegenwoordigers uiteraard, die eigenlijk kwamen vertellen dat ze mij al een tijdje opvolgden en die enorme gelijkenissen zagen in mijn pad en een beetje de Amerikaanse visie en de American Dream, zeg maar, waar ondernemen heel belangrijk is, waar mensen echt voor hun ambitie gaan, waar mensen ook ambitieus durven zijn en waar jonge mensen echt wel durven een sprong te wagen om iets te betekenen ook wel voor hun maatschappij. El Kouakibi mag nu 3 weken lang door Amerika gaan toeren om er de juiste netwerken te ontwikkelen. Maar voorlopig blijft Antwerpen toch haar prioriteit. Wel, in eerste instantie het Urban Center is voor mij enorm belangrijk. Let's Go Urban heeft een enorm bereik naar jongeren in Antwerpen alleen al. We hebben 1000-tal jongeren, we bereiken wekelijks 700-tal jongeren regulier. Maar we zijn ook wel, we hebben echt wel behoefte aan stabiliteit. En dat betekent dat je in eerste instantie een fysieke verankering wil in de stad. Een cultureel, sociaal, innovatief concept dat iets terug kan geven aan Antwerpen. Want dat is toch wel waar we voor staan. Daarnaast zijn er ook plannen voor Brussel, Limburg en zelfs Qatar. Wanneer ze precies naar de Verenigde Staten trekt, is voorlopig nog niet duidelijk.